Langs de gehele Spiegelwaal staan verbodsborden vanwege het hoge water. Ondanks dat zijn er toch veel mensen die voorbij de borden lopen. Gemeente Nijmegen vindt dat niet slim, maar gaat geen extra toezicht houden. Het blijft dus een eigen risico. We hebben in de uiterwaarden, in het rivierpark, hebben wij het rivierpark afgezet met bouwhekken. En daar hebben wij tekstborden opgehangen om mensen te verbieden om in het gebied te komen vanwege hun eigen veiligheid. Nou, we hebben bouwhekken neergezet om te voorkomen dat mensen er overheen klimmen. Wat mensen op andere plekken doen bij het prikkeldraad of hekjes, dat ze er overheen klimmen, daar is weinig aan te doen. Dan zou je het hele gebied moeten omhekken en dat is een beetje overdreven. Nou, mijn boodschap zou zijn van houd je aan de regels, houd je aan de tekstborden. Het kan gevaarlijke situaties opleveren vanwege het hoge water. Met gaten in het weg die je niet kan zien onder het water. Dus mensen, blijf alsjeblieft bij het gebied weg. Er zijn heel veel mooie punten hier in de buurt waar je kan kijken naar het mooie hoogwaard. Het water gaat de komende dagen, morgen bereiken we het hoogste punt. Daarna gaat het water weer zakken en we zullen, als alle maatregelen opgeruimd zijn, gaan we dit alles evalueren.